bij deze nieuwe video. Jullie kunnen al wel zien aan de titel van de video waar het vandaag over gaat. Ik ga het vandaag hebben over al mijn oogschaduwpaletjes. Welke zijn goed? Welke vind ik heel goed? Welke vind ik minder goed? Welke vind ik mooi? Ik ga het er gewoon allemaal over hebben. Ik ga ook uitleggen waarom ik het vind. En ik hoop gewoon dat ik jullie met deze video een beetje help om te kijken welke oogschaduwpaletjes geschikt zijn voor jullie en welke vooral niet geschikt zijn. Waar ik naar kijk is pigmentatie, prijs- en kwaliteitverhouding, of de oogschaduw goed blijft zitten en een fallout, dus of er veel poeder valt overal, want dat willen we niet. Nou, we gaan snel door naar de video. Vergeet niet te liken en te abonneren alvast. Nou, ik wil eerst beginnen met te vertellen dat ik van oogschaduwpaletten hou. Ik heb er heel veel. Ik heb ook heel veel losse oogschaduwen, maar die zijn toch niet zo mijn ding. Want ik hou niet van mixen en matchen en allemaal losse oogschaduwen. Ik wil gewoon altijd paletjes waar gewoon allemaal kleuren in zitten en dat ik er gewoon verschillende looks mee kan maken. En ik hou ervan om met één palet een volledige look te kunnen maken. Dus dat is altijd wat ik zoek in paletjes, want ik heb geen zin om allemaal andere oogschaduwen erbij te moeten halen. Nou, ik ga eerst beginnen met een oogschaduwpaletje waarmee ik deze look van vandaag heb gemaakt. En dat is dit oogschaduwpaletje van Crown Brush. En dit is de Scandalous Palette. En deze kun je kopen bij beauty88.nl. Ik heb het ook gehad over deze in mijn vorige video. Dus als je die al hebt gezien, weet je wat ik hiervan vind. En dan weet je dat ik deze top vind. Ik heb de vorige keer een beetje een felle oranje look ermee gemaakt. Iets meer kleurrijk. Ik heb er vandaag een iets meer bruinige kleur look meegemaakt, bedoel ik. Dus ik ben heel positief over dit paletje. Vooral omdat hij heel creamy aanvoelt en niet poederig is en gewoon goed blijft zitten. Ik heb ook glitters hier onder mijn ogen. Die zijn niet van dit paletje. Dat zijn gewoon bruine losse glitters van Amy Sparkle. Dat zijn deze bruine losse glitters en die kun je daar gewoon kopen voor een hele goede prijs. Ik zet alles in de beschrijving beneden. Dit is een dupe van de Morphe paletten. Deze kost rond de 5 euro minder, dus het scheelt je ook weer geld. En er zijn heel veel kleuren waarmee je gewoon echt heel veel verschillende looks mee kunt maken. Dus de prijs-kwaliteit verhouding is heel goed. De pigmentatie vind ik ook goed. Het enige wat ik hier minder aan vind is de glanskleurtjes of de glitterkleurtjes. Ik vind ze niet heftig genoeg. Ik vind ze te matachtig voor glitterkleuren. Dus dat is het enige negatieve wat ik te zeggen heb over dit paletje. Het volgende paletje is de Heat Palette van Urban Decay. Deze is wel duur. Deze is 50 euro of 55 euro. In ieder geval iets rond die prijs. Deze heeft ook heel veel warme kleurtjes en deze vind ik ook geweldig. Ik heb hier ook een video over gemaakt, daarin zie je ook dat ik deze geweldig vind. Ik heb hier een dupe video over gemaakt, dus als je iets hebt van ik vind deze kleuren heel mooi, maar ik wil toch een paletje die erop lijkt die wat goedkoper is, klik dan even hierboven en bekijk even die video. Dit paletje is zeker je geld waard. Je kunt er alleen niet heel veel verschillende looks mee maken, want het zijn wel een beetje kleuren die heel veel op elkaar lijken. Maar als je van deze soort kleuren houdt en je niet iemand bent die elke dag allemaal andere looks maakt en je gewoon houdt van een vaste look elke dag, is deze toppie. En je kunt er wel een beetje verschillende looks mee maken. Als je een beetje deze kleuren pakt, wordt je look wat donkerder. Als je een beetje deze kleuren pakt, wordt je look wat meer alledaags. Dus je kunt er wel echt wat verschillende looks mee maken. Nou, ik vertelde dus net dat ik van die Urban Decay Heat Palette een dupe video heb gemaakt. Ik heb dus een dupe gevonden die er heel veel op lijkt, maar betaalbaarder is. En dat is de Blazing Palette van W7. Zoals jullie kunnen zien lijkt deze heel veel op die. En ik vind deze ook echt super super goed. En deze is volgens mij minder dan 10 euro. Iets rond de 8 euro. Dus deze is ook echt toppie. Make-up Revolution maakt ook hele mooie betaalbare oogschaduwpaletjes. En ik heb hier de 4 Reloaded paletten. Ik heb hier echt al een aantal looks mee gemaakt. Die kun je ook zien op mijn Instagram. Daar plaats ik altijd heel veel looks. Volg me vooral op Instagram, want daar plaats ik elke dag iets. Deze 4 paletjes zijn echt geweldig, vooral voor de prijs. Ik moet wel echt zeggen, de kwaliteit is goed voor de prijs. Als deze heel duur waren geweest, vond ik de kwaliteit minder, want ik vind ze wel echt de betaalbare prijs waard. Als deze heel duur waren geweest, had ik wel iets meer pigmentatie verwacht. Want de pigmentatie is niet dat je echt zegt wauw, maar het is meer dan genoeg, vooral voor deze prijs. En je kunt heel veel looks maken. Deze paletjes zijn rond de 6 euro en ik vind vooral deze vind ik heel leuk. Dus deze paletjes raad ik zeker aan. Ze zijn echt heel mooi. Deze kun je ook kopen bij beauty88.nl. De W7 kun je gewoon kopen op w7cosmetica.nl. En de Urban Decay kun je gewoon kopen bij Urban Decay. Ik moet wel zeggen dat ik bijna al mijn paletjes goed vind. Dus het wordt een vrij positieve video. Ik heb hier de Amplified 35 Palette van Makeup Revolution. Dynamic. Volgens mij heet deze Dynamic. Ik ga even snel opzoeken of ik wel de juiste naam zeg. Ja, dit is de Makeup Revolution
35 Dynamic Amplified Palette. Nou, dat is echt een hele mond vol. Dit paletje is echt heel mooi als je vooral houdt van, je kunt het wel zien, hele paarse kleuren. Dit is een vrij donker oogschaduw paletje, dus als je niet houdt van donkere looks, gaat deze niks zijn voor jou. Dit zijn hele paarsige, bruine, donkere kleuren en ik vind het geweldig. Ik heb hier ook een look mee gemaakt, ook die staat op mijn Instagram. En ik heb er een tutorial mee gemaakt en ook die staat op mijn Instagram. Ik vind dit paletje heel mooi, vooral als ik ga voor een paarse look. Er zitten hier zoveel paarse tinten in. Ik kan hier echt 100 paarse looks mee maken. Deze kwaliteit is ook heel goed. Ik vind deze pigmentatie van dit paletje beter dan van de Reloaded paletten. Dus ik raad deze zeker aan. En je hebt een hele grote spiegel. Echt extreem groot. Ik heb hier de Modern Renaissance palette van Anastasia Beverly Hills. Deze is geweldig. Deze is geweldig. De kleuren zijn echt heel mooi. Je kunt heel veel looks ermee maken. Je kunt alledaagse looks mee maken. Je kunt de roze tinten gebruiken voor een wat heftigere look. Zelfs de kost die erin zit is echt goed. Hij is wel vrij prijzig. Weer rond de 50 euro volgens mij. Maar echt zeker die prijs waard. Ik heb er echt niks slechts over te zeggen. Ik heb hier de W7 On The Rocks palette. Deze heeft weer hele leuke kleuren. Deze lijkt ook op een Anastasia Beverly Hills paletje. Ik ben even de naam vergeten. Dit paletje vind ik ook heel goed. Ook hiermee heb ik een look gemaakt die op mijn Instagram staat. Ik val steeds in herhaling. Deze twee paletjes lijken een beetje op elkaar. Dit is dus de Reloaded palette van Makeup Revolution. Als ik zou moeten kiezen deze of deze, zou ik gaan voor die van W7. Omdat de pigmentatie echt beter is. Eén nadeel hieraan is dat die heel poederig is en er is veel fallout. Dat vind ik wel echt minder. Maar de prijs is gewoon weer echt heel goed. En ja, je kunt hier ook echt leuke looks mee maken. Niet echt alledaagse looks. Dus als je een paletje wilt die echt gaat voor alledaagse make-up looks, gaat deze niks zijn voor jou. Nou, ik praat altijd over dat ik het super belangrijk vind dat de pigmentatie van oogschaduwen goed zijn. Ik vind dat echt het meest belangrijke. Fallout en zo, daar kan ik mee leven. Maar echt, als de pigmentatie niet goed is, vind ik het paletje gewoon ook niet goed. Ik heb hier mijn best gepigmenteerde paletje en dat is de Magic Palette van UVS Place. Als je vaker mijn video's hebt gezien, heb je wel gezien dat ik het hier wel eens over heb gehad. De kleuren zijn echt heftig. Dit is niks voor iemand die geen heftige looks maakt. Dit is echt alleen geschikt voor jou als je bijvoorbeeld ook gewoon make-up YouTube video's maakt. Of je bent gewoon iemand die het leuk vindt om te experimenteren met kleuren. Vooral als je een donkere huid hebt, is dit echt een paletje voor jou. Dit is ook niet echt heel duur. Volgens mij rond de 25 euro. Deze heb ik gekocht bij beautybay.com. Daar kun je betalen met PayPal of creditcard. Niet met Ideal. Dus als je dat wilt hebben, dan kun je daar niks bestellen. Maar ik raad zeker aan om PayPal aan te maken als je dat nog niet hebt gedaan. Want beautybay.com is echt de perfecte website. Alles komt binnen een week. En er zijn heel veel make-up merken die wij gewoon in ons land niet kunnen krijgen. In België ook niet. Dus ja, het is gewoon echt een hele goede website als je dit soort merken wilt. En dit paletje is heel mooi. UVS Place heeft heel veel paletten. Die zijn wel allemaal echt vrij heftig. Maar als jij daar echt van houdt, dan zou ik zeker even een kijkje nemen. Nou, tot nu toe was alles goed. Ik ga het nou even hebben over een paletje die ik wat minder vind. En dat is de Freedom 10 Eyeshadow Palette Eye Pro Matte Bare. Dit zijn allemaal matte kleurtjes. Ik had die ooit gekocht omdat deze echt super goedkoop was. En dan praat ik echt over super goedkoop. Misschien 4 euro of zo. En de matte kleuren leken mij wel handig om te mixen met andere paletjes. Maar zoals ik al zei in het begin van de video, ik vind dat eigenlijk helemaal niks. Ik hou niet van kleuren matchen en mixen en al die dingen. Ik vind de pigmentatie ook niet zo. Er komt bijna niks van af. Dus ja. Ik moet wel zeggen dat bij het merk Freedom ik heel vaak make-up heb die ik gewoon echt niks vind. En dat vind ik wel jammer. Dus ja, het is maar heel zelden dat ik iets heb van hun waarvan ik denk, ja, dit is heel leuk. Dus mocht iemand iets weten van Freedom dat heel mooi is en dat ik zeker moet proberen, laat het me weten. Want ik hou van betaalbare make-up merken. Dus ik vind het wel jammer dat ik van dit merk gewoon bijna niks vind wat goed is. Ik heb hier de I Heart Makeup Chocolate Rose Gold Palette. I Heart Makeup heeft allemaal van deze chocoladeachtige oogschaduwpaletten. Dit is dus de Rose Gold variant. Ik had ook ooit de roze. Die vond ik echt helemaal niks. Echt, die was zo slecht. Er kwam echt geen pigmentatie, niks vanaf. Ik heb met deze ook een look gemaakt op Instagram. Ik moet zeggen, hier komt wel wat meer pigmentatie vanaf. Maar het is niet zozeer dat ik deze ook echt heel goed vind. Vooral ja, deze glitterkleuren, echt, deze vallen zo veel. Er valt zoveel oogschaduw overal neer. Het brengt wel mooi aan op je oog. De kleur is heel heftig, heel mooi. Mijn licht verdwijnt steeds. Maar ja, ik vind het gewoon, er is te veel fallout. Het is echt belachelijk. Vooral als je in deze gouden gaat, nou echt, alles flikkert op de grond.
Dus dat vind ik wel echt minder aan deze paletjes. En zoals ik al zei, die roze vond ik helemaal niks. Dus ja, ik heb er nou wel twee geprobeerd waarvan ik denk... Nee, maar ik vind deze qua kleur en pigmentatie heel mooi. Dus als je deze kleuren mooi vindt, dan is het zeker iets voor jou. Maar je moet wel echt de bende opruimen, want er valt gewoon heel veel. Ik heb hier de W7 Very Vegan Eye Eco Oogschaduwpaletje. Dit is van de W7 Very Vegan collectie. Ik heb hem kapot gemaakt trouwens. Deze kleuren zijn ook weer heel mooi. Het zijn een beetje cool tone kleurtjes, dus geen warme kleuren. Als je houdt van cool tone is dit het perfecte paletje voor jou. Ook hiermee heb ik een look gemaakt, die staat op mijn YouTube. Ik heb daar een video gemaakt over waar ik allemaal W7 make-up test. Ik zal die even hierboven linken. En ik heb een Instagram video ermee gemaakt. Dus als je gewoon een 1 minuut video snel wilt zien, kun je beter daar kijken. Dit paletje vind ik geweldig. De kleuren zijn mooi, de prijs is goed. Alles is gewoon goed aan dit paletje. Oh, ik wil even snel zeggen, ik laat alleen de paletjes zien die nog te koop zijn. Want ik heb ook een aantal paletten hier liggen die niet meer te koop zijn. En jullie hebben er gewoon niet echt veel aan als ik daarover ga praten. Ik heb hier de Makeup Revolution 1 Million Eyeshadow Palette. Deze heeft Makeup Revolution uitgebracht omdat ze 1 miljoen volgers hebben op Instagram. Deze is limited edition. Dit zijn hele mooie kleurtjes. Deze is... niet heel duur, rond de 10 euro of zo. Makeup Revolution is nooit duur. Deze heb je ook bij beauty88.nl of .com, wat is het nou? NL volgens mij. En op dit moment krijg je deze ook gratis bij bestellingen als je voor vanaf 15 euro of meer bestelt. De kleuren zijn heel mooi. Ik heb ze ook geswatcht op mijn Instagram. Daar kun je swatches zien. En dit zijn gewoon hele mooie kleurtjes. En ik vind de kwaliteit van dit paletje echt heel goed. Echt extreem goed. Vooral voor de prijs. Als deze 25 euro of zo had gekost, vond ik hem nog steeds heel goed. Deze is zeker je geld waard. En helemaal omdat je hem gratis krijgt bij een bestelling vanaf 15 euro. Dat is echt top. Ik heb hier de W7 Spaced Out Palette. Ook met dit paletje heb ik een tutorial gemaakt die op mijn Instagram staat. Dit paletje vind ik alleen niet zo. Ik vind de kleuren wel op zich wel mooi, al zijn het niet echt mijn kleuren. Ik hou niet echt van dit soort kleurtjes. Maar als je hiervan houdt, zijn deze kleuren dus gewoon mooi voor jou. Alleen de kwaliteit is echt belachelijk. Dit is echt slecht. Dit paletje is echt heel slecht. Ik deed het ook op. En ik dacht bij mijn eigen nee. Ik vind de W7 paletten zo goed. Zoals dit paletje vind ik heel goed. De andere W7 paletjes vind ik ook heel goed. Dit is het enige paletje waar ik tegenaan loop. En dat ik denk van nee. 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 Een paletje van W7 die ik wel heel goed vind is de W7 Delicious Palette. Dit is een totale dupe voor de Modern Renaissance Palette van Anastasia. Kijk dit, ze lijken heel veel op elkaar. Ik heb ze ook getest in weer een dupe video waar ik een volledige make-up look heb gemaakt met allemaal dupes. Ik zal die ook even hier linken. Dit paletje is ook echt heel mooi. En de kwaliteit is ook heel mooi. Ik ga nog geen Anastasia Beverly Hills kwaliteit verwachten. De glitterkleuren in dat paletje zijn wel echt heftiger dan in dit paletje. Maar ik vind hem zeker wel goed een aanrader. Ik heb hier de Live on the Dance Floor Palette van Makeup Revolution. Ook dit paletje. Is weer heel mooi. Het eerste wat ik dacht bij dit paletje was dat al deze kleuren op elkaar lijken. En dat is ook gewoon zo. Al deze kleuren lijken op elkaar. Ik vind dit paletje heel mooi. Ik vind de kwaliteit ook heel mooi. Raad ik me aan? Nee. En de enige reden waarom ik deze niet aanraad is omdat er heel veel kleuren in zitten, maar ze gewoon te veel op elkaar lijken. Dit gaat helemaal nergens over. Je kunt in het paletje nog wel een beetje verschil zien qua kleuren, maar geloof me, als je het opdoet, je ziet bijna geen verschil. En dan denk ik echt bij mijn eigen, ja, ik voel me gewoon een beetje opgelicht. Want je denkt, oh kijk, heel veel kleuren, maar ze lijken te veel op elkaar. En dat vind ik gewoon echt een no-no. Maar ik vind de kleuren wel mooi. Ik heb er ook een mooie look mee gemaakt destijds. Dus voor de rest heb ik hier niks slechts over te zeggen. Ik heb hier de Zoeva Cacao Blend Palette. Geweldig paletje. Ik heb hier ook mijn verjaardagslook meegemaakt. Ook die video staat op mijn YouTube kanaal. Dit paletje is geweldig. Deze is rond de 20 euro. Bij Douglas kun je deze kopen gewoon online of in de winkel. Je hebt nog meer varianten van deze collectie van Zoeva. Die heb ik nog niet geprobeerd. Dit is de enige die ik heb. Maar ik wil dat wel gaan doen, want deze is zo mooi. Vooral deze gouden kleur, mensen. Echt, I can't. Dit is zo mooi. Dit paletje is echt geweldig. Ik heb hier de Essence All About Roses paletje. Dit is volgens mij echt het meest slechte paletje die ik ooit heb gehad. Deze is weer heel betaalbaar, want het is Essence. Maar deze kleuren, dit gaat nergens over. Mensen, je gaat deze kleur niet zien op je ogen. Dit paletje is echt... Zelfs deze donkere kleuren waarvan je denkt dat ze heel donker zijn. Nee, je ziet echt niks. Dit is echt troep. Echt. Ik heb hier dit paletje van de HEMA. Daar heb ik het over gehad in mijn HEMA video. Die staat ook op mijn YouTube kanaal. Dit paletje vind ik gewoon prima. Deze is rond de 8 euro. Niet heel goed, niet heel slecht. Gewoon een prima
paletje voor alledaagse looks. Dan heb ik hier nog de Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Palette. En dit is de Comfort Zone. Hele mooie kleurtjes, wel vrij donkere kleurtjes. Dit paletje is echt heel goed. De kleuren zijn echt heel mooi. Ik moet wel echt erbij zeggen, pas op met dit paletje. Want de kleuren zijn donkerder dan je denkt. Ik deed deze op volgens mij. En deze heb ik ook een keer geprobeerd. En je denkt gewoon, oh kijk, een bruine kleur. Maar het is echt vrij donker. Deze vallen zo donker uit. Dat is echt belachelijk. Maar deze kleur vind ik echt heel mooi. Kijk even deze kleur. Dit is echt te mooi. Deze heb ik destijds gekocht bij Pussy Shop. Ik denk dat die er gewoon nog wel is. Deze paletjes van Wet n Wild zijn echt super mooi. Maar let echt op, deze vallen echt heel donker uit. Ik heb hier de Makeup Revolution Salvation Palette. Ik moet eerlijk bekennen dat ik twijfel of deze nog te koop is. Heel veel felle kleurtjes raad ik deze aan. Niet per se, want NYX heeft een veel betere met ook allemaal felle kleurtjes. Ik zal even een plaatje hier zetten van die. Ik wil die nog gaan kopen, heb ik nog niet. Maar ik heb die wel getest en die is gewoon veel beter dan deze. Dus ik zou gewoon die kopen. Deze is niet zo heel goed gepigmenteerd. En als je met dit soort kleuren werkt, wil je toch wel dat ze heel heftig zijn. Nou, dit waren dan al mijn oogschaduwpaletten. Tenminste, bijna allemaal. Ik heb hier nog een aantal, maar die zijn gewoon niet meer te koop. Heb je niks aan. De meeste paletjes vind ik heel goed. Sommige vind ik gewoon helemaal niks. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje heb geholpen. Nou, als je nou echt denkt van, maar welk oogschaduwpaletje kan ik echt de meeste looks mee maken? En kan ik echt het meest divers zijn? Dat is wel echt deze van Crown Brush. Hier zitten wel echt de meeste kleuren in om diverse looks te maken. Als jij iets hebt van welke is echt het best gepigmenteerd en ik wil felle looks maken met heel veel pigmentaties, dan is de Magic Palette zeker iets voor jou. Dan is eigenlijk heel het merk UVS Place iets voor jou. Als je houdt van een beetje paarse kleuren, mauve kleuren en die wel gewoon goed zijn gepigmenteerd, dan is dit paletje echt iets voor jou. Hou jij van hele warme kleuren, dan is de Heat Palette van Urban Decay iets voor jou. Hou jij echt van bruine, bronzy looks, dan is de Cacao Blend Palette van Zoeva zeker iets voor jou. En als je houdt van hele donkere, gothic-achtige make-up looks, dan is de Makeup Revolution Dynamic Palette helemaal geweldig voor jou. Deze kleuren zijn echt heel mooi. Nou, dit was dan weer mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Volg me ook op Instagram, Facebook, Snapchat. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg! Alles is gevallen. Ik zit echt midden in een video.